Goeiedag, wij zijn op de Elsenhof aangeland. Op een hele mooie dag, feestdag op de school. En die feestdag die wordt gehouden omdat juffrouw Henny afscheid neemt van de school. En juffrouw Henny is een juf die eigenlijk niet zo heel graag in de aandacht staat. Het liefste zit ze op het kantoor, dat weet ik toevallig. En is ze met van alles en nog wat bezig. Maar toch, Henny, de schijnwerper staat op jou gericht vandaag. En ik denk dat dat een heel bijzonder gevoel is. Kun je mij in het kort vertellen hoe lang jij in het onderwijs hebt gewerkt tot nu toe en op welke plekken? Ja, ik begin 1 september aan mijn 47ste jaar. Want ik ben tot 1 oktober nog in dienst, dus dan neem ik pas echt afscheid. Ik ben in 1975 begonnen met heel veel invallen. Toen de tijd waren er nog niet zoveel banen en overal waar je kon ging je invallen. Toen heb ik in 1976 een jaar in Dongen de kleuters mogen doen. En in 1977 ben ik gestart voor SCOT, toen nog Stichting Katholiek Onderwijs MADE, SCOM heette het. Ja, dat is het moment dat wij elkaar al ontmoet hebben, ooit. Ja, want jij zat toen op de lagere school, op de Sint-Jan, en ik op de Maria Kleuterschool. En meestal in mei, juni gingen we dan naar de Maria School en naar de Sint-Jan School onze kleuters brengen om alles te oefenen, was toen ook al. En in 1985 zijn we bij elkaar gekomen als Lage Weide, Kleuterschool, Sint-Jan School, Maria School. En dat werd de Lage Weide. Maar toch heb je uiteindelijk een stap genomen om over te gaan naar directies voeren op de Elsenhof. En ik ben reuze benieuwd hoe dat jou de laatste tijd bevallen is. Nou, ik moet zeggen, ik heel goed bevallen. Ik heb altijd, ik heb 33 jaar op de Lage Weide gestaan als adjunct-directeur. En uiteindelijk, mijn man zei altijd, probeer directeur te worden, dat kun je best wel. En toen kwam hier de vacature vrij en eigenlijk een heel mooi schooltje voor mij. Niet zo groot als het Lage Weide uiteraard, maar fijn, toen nog met 8 groepen. Een klein team, een hecht team en ik heb er nooit geen spijt van gehad. Het was gewoon heel fijn. Ja. Nou, een collega waar ik geïnformeerd heb, die schrijft letterlijk wat ik enorm ga missen. Is hoe Henny als persoon is, hoe er interesses liggen en wat voor belangstelling ze voor collega's heeft. En daarnaast ook de bevlogenheid, de energie om goed onderwijs weg te zetten, mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen om er zo het beste voor de leerlingen uit te halen. Kun je mij vertellen wat jouw drijfveer was als directeur? Ja, toch de kinderen waar het om draait, de basis. Zoeken naar mogelijkheden om ieder kind te bedienen, te helpen op die manier die ze nodig hebben. En ieder kind is anders en mag ook anders zijn. En ja, dat is een hele mooie taak, vind ik, als onderwijskracht om te kijken van wat heeft dit kind nodig en wat... wat kan ik dan betekenen om dat kind verder te helpen? En ik weet dat je daar je uiterste best voor gedaan hebt, maar je hebt ook nog voor de klas gestaan in die jaren. Gelukkig wel. Dat was het voordeel ook van de kleine school. Want ieder schooljaar heb ik minstens 1 dag of 1,5 dag, soms 2 dagen, voor de klas gestaan en ja, dat blijf ik gewoon het mooiste vinden wat er is. Eigenlijk nog leuker als directeur zijn. Yeah.
hebben afscheid van juffrouw Henny. En dan gaan we met juffrouw Henny afscheidsvier nemen. En dan hebben we slingers in de klas en ballonnen. We zijn cupcakes aan het versieren. Leuk. Ja. En waarom ben je dat aan het doen? Omdat de directrice weggaat van school, hebben we een feestprogramma. En daar zat dit bij. Dus ja. Dus ja, oké. Okay. Ja. Dus dat moet. Ja. Ja? Ja, dan ja. Ja, je vindt het denk ik niet leuk dat juffrouw Henny weggaat? Nee. Ik vond haar wel gezellig. Ja. Soms kon ze wel streng zijn, alleen ze was wel gewoon een goede juffrouw. Ja, weet niet, ze is al altijd eigenlijk de directrice van mij geweest. Dat ze alles wel goed kon regelen. Ja, een nieuw plein, ja, want we hebben een nieuw klimrek nou. Ze was wel vaak een beetje gezellig. De directrice die gaat helaas weg. Ja, alleen we geven dus nog één feestje voor haar. Lauwe jongen, jeetje. Dus, ja. Maar het is eigenlijk, is het niet zo'n heel leuk feestje dan, omdat ze weggaat? Nee. Maar het is wel leuk dat we een sip te krijgen. Ja, en we maken er gewoon een gezellige dag van. Dus. Juffrouw Henny moet niet meer werken. En vind je dat leuk of niet? Niet leuk. En waarom vind je dat niet leuk? Dan mis ik juffrouw Henny. En wat vind je het leuke van juffrouw Henny? Dat ze allemaal gezorgd voor ons. Hondje en Pompotje, die klimmen op een berg. Hondje is een kabouter en Pompotje en Dreef.